Welkom at Casa del Cat. Een slechte ochtend, maar toen ik deze morgen de deur opende, zag ik een leuke vrouw voor de deur staan. Niemand minder dan Miriam Almaty. Zij krijgt ook 10 vragen, woorden, begrippen en ook een joker die ze altijd niet mag inzetten. Om zo'n vraag Dank verder te uit te leggen of te beantwoorden. We beginnen misschien met wie is Almaty? Ik ben partijvoorzitter van Groen, federaal Kamerlid sinds 2007. En ik ben eigenlijk gewoon moeder van 2 zonen. Eentje van 7, eentje van 10 jaar, wonende in het Antwerpse, afkomstig uit het Waasland. Niet zo ver van Casa Adil in Bornem. Maar ja, eigenlijk gewoon een moeder, feministe, academicus. Ik heb jarenlang gewerkt aan de VUB en de KU Leuven met een hart voor engagement. En die aanstoemelings in politiek is groot en daar ja, totaal onverwachts een carrière in heeft gemaakt. Ik weet niet in een vrijzinnig humaniste bent. Wat is vrijzinnig humanisme voor u? Ik ben absoluut humanistisch. Ik ben eigenlijk opgevoed echt in een heel traditioneel islamitisch migrantengezin. Mijn vader was heel gelovig, maar hij heeft mij altijd geleerd om niet te vertrouwen op de woorden van anderen, maar zelf te lezen. Dus hij was iemand die enorm belezen was, ondanks het feit dat mijn ouders eigenlijk nauwelijks naar school zijn geweest. Mijn moeder heeft een paar jaar lager onderwijs gedaan, mijn vader heeft het lager onderwijs gedaan en dan was het ook gedaan. Een plattelandsdorp in de bergen in Turkije. Maar wij zijn met heel traditionele islamitische waarden opgevoed, wij vasten enzovoort ook allemaal. Maar ik heb geleerd door mijn opvoeding dat dat eigenlijk vooral een morele leidraad is. En dat je je leven moet leiden op basis van een aantal begrippen zoals hoe zorg ik ervoor dat ik geen schade toebreng aan mijn omgeving en andere mensen. Dat ik zo goed mogelijk leef en zoveel mogelijk mij ook engageer voor die wereld rondom mij, de mensen die daarin zitten. Maar bijvoorbeeld ook dieren en andere wezens die kunnen lijden, die kunnen afzien, die ergens voelen wat er gebeurt. En dat is wel heel mooi en dat is het humanistische van opvoeding. Ik ben ook afkomstig, mijn ouders, uit een gebied in Turkije dat op een grensgebied ligt tussen Sparta, dat is de roze provincie, en Konya, dat is de grootste provincie van Turkije, maar zeer conservatief religieus, waar de dansende dervissen vandaan komen. En waar je dus Rumi hebt, die orde heeft gesticht en die een zeer humanistische visie op de islam heeft uitgedragen. Met een aantal spreuken die bij ons ook in de woonkamer hingen. En dat is eigenlijk de context waarin ik ben opgevoed. Dus ik ben absoluut humanistisch. Ik denk ook dat iedereen die streeft naar een leven waarin dat je niet alleen maar vertrekt vanuit jezelf, maar ook rekening houdt met anderen en de context rond u, dus de planeet en andere mensen, dat sowieso humanisten zijn. Maar ja, absoluut. Ja. Omdat dat ook, laten we zeggen, ik ben nog nooit zoveel moslim geweest als vandaag. Niet omdat ik daar mee bezig ben, maar omdat de buitenwereld daar enorm mee gebiologeerd is. En ik maak daar ook een geuzennaam van. In een tijd waarin dat mensen met een islamidentiteit alleen maar negatief op dat deel van hun identiteit wordt benaderd, vind ik het belangrijk om ook de positieve kant, de humanistische kant daarvan, de inspiratiebron daarvan, ook naar voren te brengen. Ik ga niet meer naar de moskee. Ik doe wel elk jaar mee aan de Ramadan. Waarom? Omwille van die humanistische insteek. Ik vind het belangrijk om te weten, 1 keer per jaar, hoe het is om in ontbering te leven, om geen toegang te hebben tot water, om geen toegang te hebben tot drinken en zo tot eten en zo een link te hebben met andere mensen ter wereld die het moeilijk hebben en zelfs mensen hier bij ons in Brussel die aan het bedelen zijn bijvoorbeeld. En dat is voor mij hoe dat ik in het leven sta. Het is iets waar ik ben mee opgegroeid, wat dat een onderdeel is van wie ik ben en dat ik ook niet wil verloven. Misschien dan direct de derde vraag, die islamitische achtergrond, wat is jouw visie dan op het hoofddoekverbod? Eigenlijk heel eenvoudig. Ik sta ervan te kijken dat we nog maar hier staan in het debat en om de zoveel jaar wordt het terug naar boven gehaald. Maar voor mij is het echt als feminist fundamenteel een discussie over zelfbeschikking. Wie beslist, wie beslist wat een vrouw draagt of niet draagt, buiten die vrouw zelf?
En dat betekent dat baas over eigen buik voor mij ook baas over eigen hoofd moet betekenen. En dus dat als je merkt dat iemand slachtoffer is van dwang, en dat bestaat, het wordt soms tot regel gemaakt waar ik het absoluut niet mee eens ben, maar we mogen ook onze ogen niet sluiten voor het feit dat die dwang bestaat, dan moet je de vraag stellen, hoe help je iemand die in zo'n situatie zit het best? En als iemand echt gedwongen wordt, dan zeg je, je mag met een hoofd ook niet naar school komen in een land waar je terecht hebt om bijvoorbeeld thuisonderwijs te volgen, dan weet je wat er gaat gebeuren, dan gaan ze gewoon niet meer naar school. Of ze gaan thuisonderwijs volgen en dan heb je helemaal geen zicht meer op wat er met die meisjes gebeurt. Terwijl op school of op in een arbeidssituatie, als je ziet dat iemand echt onder dwang is en bijvoorbeeld geweld in het dagelijkse leven ondergaat, ja, dan kan je daar een helpende hand aan geven. Dus je hebt die meisjes alvast niet geholpen. Het wordt voor hen alleen maar moeilijker om een job te vinden of om een diploma te halen. Terwijl als daar dan een andere groep is, en die bestaat zeker ook, hè, en die laatste bijvoorbeeld ook horen op Twitter en op social media en in Boe, die zegt, nee, voor mij is dat echt hoe ik mijn geloof invul. Ja, dan beslis je eigenlijk paternalistisch voor hen. Ja, maar wat jij vindt en wat jij, hoe jij je leven wilt leiden, is niet belangrijk. Ik beslis voor jou dat jij onderdrukt bent. Ja, dat is ook de wereld op zijn kop. Ik ken massa's moslima's met hoofddoek die dat echt gebruiken om zich mee te emanciperen en om bepaalde om een bepaalde rol op te nemen in de samenleving. Wie zijn wij om hen te zeggen dat zij op die manier hun religie niet mogen interpreteren. Of dat zij niet mogen dat ding op hun hoofd dragen, die hoofddoek op hun hoofd dragen. Het is allebei fout, denk ik. Want die onder dwang hebben we niet geholpen. En de anderen, in een poging om een paternalistische kijk te voorkomen, bezondigen we ons aan paternalisme en heb je twee keer verloren. Misschien een totaal ander onderwerp, misschien leuker of juist niet, ik weet niet. Ik neem aan dat de hoofdredacteur van WOEF daar onlangs over sprak, de humanisering van een hond of een ander dier. En ik weet niet in hoeverre dat bij jullie een probleem is bijgekomen of juist niet. Goh, wat ik nogal belangrijk vind en waar ik ook voor ijver, ik ben al sinds mijn 16 jaar vegetariër. Ik heb dat heel bewust gedaan, bijvoorbeeld vanuit die opvoeding die ik van thuis heb meegekregen. Als je een dier wil eten, dan moet je heel goed beseffen dat je een leven neemt. En een leven nemen, dat doe je niet zomaar. Hè. Dat is een levend wezen, daar moet je respect voor hebben, moet je maximale van gebruiken. En als je het niet over je hart kunt krijgen om een leven te nemen, dan moet je het ook niet eten. Mijn vader bracht dat in praktijk door. En bijvoorbeeld heel graag konijn met pruim, typisch Vlaams gerecht, hier leren eten. Maar op een bepaald moment kon hij het niet meer over zijn hart verkrijgen om ook een konijn te slachten. Hè, zoals op de boerenerven in het Waasland en West-Vlaanderen zo vaak gebeurde. En hij is dan ook gewoon gestopt met konijn eten. Want hij zei, ja, het hoort wel bij elkaar. Je moet wel beseffen dat dat niet zoiets is dat je een pakje koopt in een supermarkt, maar dat dat ooit een levend wezen is geweest. Dus ik vind in zekere zin, ik ben opgevoed met het besef, dit is misschien geen mens, maar daarom is het niet minder waardevol. Het is een onderdeel van een ecosysteem, zoals dat wij daar ook een onderdeel in zijn. En waar je dan in de islamitische traditie geen hiërarchie hebt in de zin van, het draait allemaal rond mensen. Nee, het is een context waar alles zijn waarde en zijn rol heeft. En ik vind het dan wel belangrijk dat in zo'n context dat je ook de waarde op een of andere manier wettelijk gaat omschrijven. En dus dat je wel een wettelijke bescherming gaat voorzien voor die. Het is moeilijk omdat je met een vaak geen zit. Vanaf dat je eigenlijk kunt aannemen dat dieren ook kunnen lijden, heb je ook de plicht om ze te beschermen. En dus ik denk dat daar het debat over het opnemen van dierenrechten in de grondwet, voor mij een debat is waar we echt naar een realisatie toe moeten, waar we dat echt ook moeten inschrijven. De humanisering van dieren, het bijna als een kindje en de kleine hondjes die dan ingepakt worden enzovoort, ja, daar zie je toch de grote schizofrenie tussen een huisdier, wat dan voor ons een huisdier is, en ja, een dier om op te eten. En hoe verontwaardigd we kunnen zijn dat er in andere landen dieren zijn die wij hier als huisdier zien, pak een cavia, dat daar op het menu staat. Of onze reactie, hè, zoals nu onlangs in Pyeongchang, de Nederlandse sporter die zei van beste Koreanen, eet toch geen honden. Hè. Hij had een allusie daarop gemaakt. Het is een hele internationale rel geworden. Natuurlijk omdat het hier een gezelschapsdier is, waar heel veel mensen in hun huishouden hebben. Maar ik denk dat het
het ook wel duidelijk maakt hoe die culturele verschillen, wanneer iets een gezelschapsdier is of wanneer iets een nutsdier is of ja, voedsel. Hè. Zijn er niet meer mensen die gemakkelijker dieren zouden opvangen dan migranten? Maar ik denk dat het veel te maken heeft met de context die daar rond is gecreëerd. Een dier is iets dat afhankelijk is van jou, hè, waar jij de opvang voor moet creëren, dat volledig voor de invulling van basisbehoeften dan afhankelijk is van jou als mens op dat moment. Terwijl ja, een andere persoon, dat is iemand met wie je in debat moet gaan, die ook verwachtingen heeft enzovoort, en dat is een heel andere context. Ik vind dat eigenlijk totaal niet vergelijkbaar. Dan iets heel anders weer, de hashtag MeToo. Ja, ben je die beu ook, zoals op velen? Nee, ik ben die eigenlijk niet beu. Dat echt het is ook niet. Ja, dat kan ik me voorstellen, maar nee, in die termen heb ik daar totaal niet over nagedacht. Ik denk dat er heel lang opgebouwd is geweest naar zo'n moment. Er zijn heel veel momenten geweest waarin de aanzet tot de discussie over hoe machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen, hoe mannen zich gedragen in publieke ruimte ten aanzien van vrouwen, op jobsollicitaties ten aanzien van vrouwen, dat al een aantal jaren zich aan het opbouwen is en dat niemand dat ooit echt heeft vastgepakt. En dan kwam daar die hashtag MeToo met een hele krachtige trigger van wij gaan gewoon als gewone vrouwen eens het verhaal vertellen zoals dat wij het hebben meegemaakt, waardoor dat de omvang daarvan en de impact daarvan op een individueel leven heel zichtbaar werd. Anders was dat zoiets wat je en passant eens toevallig met elkaar besprak, maar de totaliteit van het beeld niet zichtbaar werd. Waar dat je van de La Rue hebt dat heel terecht dat hypermasculine gedrag in de straten aanklaagt, waarin dat je debat hebt over de loonkloof, binnenkort is het Vrouwendag, naar aanleiding daarvan gaan we dat debat nog eens voeren. Ja, stichting van de regering Michel, er zitten geen vrouwen in het kernkabinet. Het was allemaal nogal gefragmenteerd en nu is er een moment waarop dat met die hashtag MeToo vrouwen van over heel de wereld met eender welke achtergrond hun verhaal eens konden doen over welke impact dat zo'n verschillen in macht op hun leven hebben gehad en dan heel concreet in de vorm van seksueel en verbaal geweld. En als ik het dan zo hoor, dan ben je eigenlijk wel te vinden voor die quota's. Ik vind het ongelooflijk belangrijk, één, dat in politiek die quota gerespecteerd worden en dus dat waakzaamheid geboden is gewoon overduidelijk. Als je anno 2018 een kernkabinet hebt van een federale regering waar geen vrouw in zit, dan laat zich dat natuurlijk, daar worden de belangrijkste beslissingen en krijtlijnen uitgezet. Dat kan eigenlijk gewoon niet meer. Als het dan gaat over quota in bedrijfsleiding enzovoort, ben ik daar absoluut voorstander van, omdat we weten dat het vanzelf laten gaan nog ettelijke honderden jaren gaat duren. En ik vind dat we die tijd niet meer hebben. Ik vind dat we nu wel, ook met de bewijzen die er zijn, van bijvoorbeeld in Scandinavië, toen de quota zijn ingevoerd voor bedrijven, dat een aantal van de meest virulente tegenstanders, ik denk dat het de CEO's van Statoil, het oliebedrijf, die er virulent tegen was, het is ingevoerd en zei achteraf, ik heb mij vergist, het werkt wel. En dus als je ziet dat het A in praktijk werkt en dat zelfs tegenstanders overtuigd worden door de resultaten, en B, dat we in een situatie zitten waar je nu eigenlijk moet zeggen, oké, we hebben alles eigenlijk al geprobeerd, maar het lukt maar niet, ja, dat moet je naar de grove middelen gebruiken. Wat ik wel heel duidelijk zeg, ik ben eigenlijk geen voorstander van quota. Maar het is een laatste redmiddel als al de rest niet heeft gewerkt. En ik vind dat we nu in de fase zitten dat we zeggen, goed, dit is, we hebben het sensibiliseren gehad, we hebben het debat gehad, iedereen is zich bewust daarvan van dat belang. We weten dat raden van bestuur met meer diversiteit, dat die beter presteren op de beurs. Er is geen argument om het niet te doen. Dus oké, als we dan toch nog niet voldoende vooruitgang merken, laat ons dan maar met die quota werken. Het heeft ook in de politiek gewerkt. Bestaat er zoiets, ik neem aan dat jij vaak in verschillende media komt, bestaat er zoiets als fake news in Vlaanderen? Ja, absoluut. Ja? Ja, absoluut. En er is altijd wel een stukje fake news geweest. En kun je een voorbeeld geven, denk je, jou toe? Een voorbeeld over mezelf? Ja. Er wordt ongelooflijk veel omwille van mijn achtergrond verwezen naar Meera Walmassi is moslima en is Turkse, dus is automatisch op een aantal thema's heeft hij gegarandeerd dat standpunt. Terwijl dat ik bijvoorbeeld
rond een aantal thema's, of het nu gaat over het vluchtelingenverdrag met Turkije, heel duidelijk kritische noten laat horen, maar men vertrekt vanuit, oké, die heeft dat profiel, dus die gaat sowieso pro, weet ik veel, een aantal standpunten zijn, terwijl dat wat ik vertel vaak helemaal iets anders is of vaak genuanceerd. Dus men kleeft al een aantal beelden op u, terwijl dat de realiteit of het standpunt iets helemaal anders is. Bijvoorbeeld, heel mooi, aansluitend bij het vorige, onverdoofd en verdoofd slachten. Ik ben al sinds mijn 16 jaar vegetariër. Elke keer opnieuw dat dat debat op tafel komt, zijn er op Twitter en op social media mensen die blijven doorgaan op die islamitische achtergrond. Dus ik ben een van de hevigste voorstanders van onverdoofd slachten. Terwijl ik al sinds mijn 16 jaar en vanuit de kennis ook vanuit islam zoals ik ermee ben opgevoed, een van de mensen ben die zegt, volgens mij gaat dat perfect, verdoofd slachten met respect voor de religieuze ritus, joods en islamitisch, en zelfs een aantal animistische culturen. Ben ik een van de mensen geweest die in het parlement daar voorstellen rond heeft neergelegd, ministers op heeft bevraagd, jarenlang op gewerkt heeft, maar al dat feitenmateriaal doet er niet toe. Ik heb het profiel dat ik heb, dus ik ben sowieso verdacht in dat dossier. Ik zal wel voorstander zijn van onverdoofd slachten. Terwijl ik tegen mensen moet zeggen, mannetjes, ik ben al sinds mijn 16 jaar vegetariër, omdat ik het niet eens ben met heel die vleesindustrie, omdat ik het heel moeilijk heb met al het leed dat dieren in die vleesindustrie moeten meemaken. Omdat dat zeer ver staat aan de manier waarop dat ik ben opgevoed in om te gaan met andere levende wezens en het leven dat je neemt, al is het van een koe of van een schaap. Dus dat is een heel mooi voorbeeld over hoe dat fake news over u wordt verspreid en blijft verspreid worden. Zelfs al weten, dat is natuurlijk een mechanisme, zelfs al weet men zeer goed hè, wat uw positionering is, het dient om u in defensief te duwen en nu met een achterstand aan het debat te laten beginnen. Je moet eerst, hè, zoals ik dat noem, het afvinklijstje, op al die thema's eerst antwoorden vooraleer dat je in het debat moet gaan. En is dat iets dat jou stoort of... Dat is gigantisch storend, maar waar dat mijn voornaamste reactie op is van je mag dat proberen, het gaat je niet lukken. En dus fake news is iets dat met de social media nog meer dan ooit is opgekomen. Hè, waar bijvoorbeeld, zeker als het gaat over islam of over vluchtelingen, enorm veel circuleert. Er is een heel mooi filmpje gemaakt, ik denk door de Volkskrant in Nederland, over wat fake news is. Maar fake news, dat gedijt bij het amalgaam. Als je alles op een hoop gooit, is het veel makkelijker dus, om aan fake news te doen. En het amalgaam is de beste vriend van fake news. Ik zeg dat heel regelmatig. Dat is vanaf dat je in die regionen komt dat alles alleen maar zwart of wit is of op een hoop wordt gegooid, dan weet je dat het risico op fake news heel hoog is. Maar dat is iets waar we met de opkomst van sociale media, ja, dat is een stukje gewenning aan dat medium ook. En hoe train je om te doorprikken wat echt is, wat niet echt. Filmpjes die elke keer opnieuw opduiken over wat zogezegde asielzoekers hebben gedaan, maar dan van overal in de wereld worden gebruikt in totaal andere contexten om een bepaalde doelgroep te targeten en verdacht te maken, zodat mensen dat moet niet meer solidair zijn. Maar dat moet toch vermoeiend zijn om er altijd tegen te reageren. Dat is zo, ja. Dat is zo en dat pakt veel energie weg. En dus je kiest daar ook in. Wanneer reageer ik er wel op, wanneer reageer ik er niet op? Maar mensen met een andere etnisch-culturele achtergrond die minderheid zijn, en in België ben ik een van die mensen bijvoorbeeld, maar in andere landen zullen er andere minderheden zijn, ja, die moeten heel vaak optornen tegen dat afvinklijstje van alles waar het clichématig op hen wordt geplakt, dat men eerst opzij moet zeggen of moet weerleggen voordat men het andere verhaal kan beginnen. Maar je kunt alleen maar verhaal daarover vertellen, zodanig dat meer en meer journalisten zich daarover bekend tussendoor misschien, met een almatje is dan echt spraakwater van, ja. Ik hem dat wel graag. Ja. Oef, alleen. Maar iets leuker, boeken, muziek, ja. Films, wat lees je nu, wat raad je aan, wat heb je graag gezien? Goh, ik ben echt... Wat hoor je? Wat een ongelooflijk moeilijke vraag! Ik heb gehoord dat je naar alternatieve gitaarmuziek luistert. Ja, ik heb op mijn bureau een kaartje hangen. Dat was er heel snel dat er ging, nadat ik voorzitter was geworden. Met Disco Bar Almacy. Ik ontstress nogal, of als ik zo heel druk heb, dan durf ik nogal eens
heel luide muziek op te zetten. Al naar gelang de mood, maar ik ben een geweldige. Oh, een van mijn favoriete bands is Bad Religion, punkrock band, en Tool. Dat zijn twee die ik heel veel op. Dat zijn twee echt van. Maar bijvoorbeeld, vanavond treedt At The Drive-In op in Tilburg. Ik had daar heel graag bij geweest. Geweldige band. Ik hou nogal van het stevigere genre. En ik ben niet, dat is hetzelfde met boeken, vast te pinnen op één genre. Ik heb heel veel genres waar ik gewoon van zeg, dat is gewoon een goede band, dat is gewoon een goede muzikant. Hè. Bij metal, Iron Maiden, daar kunnen mij geweldig plezier mee doen. Hetzelfde met Sisters of Mercy of The War on Drugs. De enige manier waarop dat je The War on Drugs op een positieve manier kunt omschrijven, is muzikaal. Hè. In de zin dat is een van de beste bands van de afgelopen jaren. Maar dus ik ben een muzikale allesvreter. En met in het parlement te komen, het enige genre dat ontbrak was opera. Maar ben ik ook daar nu voorzichtig van beginnen genieten? Ja, absoluut. Ik kan er echt van genieten. Maar goed, als het slechte muziek is, vind ik het ook gewoon slecht. En ben ik in staat om in een café op te staan en te zeggen, dit is verschrikkelijk, ik ben hier weg. Dus het verschil tussen de vroegere rapmuziek en nu... optredens? Ja, ik probeer zoveel mogelijk te gaan, maar ik ben is wel kieskeurig. Is dat niet moeilijk als medium al een beetje? Ja, ik trek me daar echt niks van. Nee, ik ben wel heel kieskeurig, ja. Omdat ik wil, ik had geen geld om naar concerten te gaan vroeger. Dus was het allemaal opgenomen cassettes van vrienden. Nu heb ik geld, maar geen tijd. Dus als ik dan naar een concert ga, dan wil ik ook wel echt voor die ervaring gaan. Dus vorig jaar was dat bijvoorbeeld The War on Drugs. Dit jaar zat de Foo Fighters op het programma, maar even goed. Dat is mijn broer en grote fan. Wel, daar ga ik naartoe. Slecht, hè? Een geweldige band! Bijvoorbeeld Paul Simon komt ook voor zijn allerlaatste tournee. Daar ga ik ook naartoe. En dat zijn dingen waar ik dan echt ga voor de muziek. En ik kan me tegenwoordig, net omdat ik zo weinig tijd heb, enorm ergeren op festivals aan mensen die naast mij staan te babbelen in plaats van te kijken naar de mensen die daar het beste van zichzelf geven op een podium. Heeft dat te maken met ouderdom? Dat heeft te maken, denk ik, met het feit dat ik zo weinig tijd heb dat als ik ga kijken, dat ik er ook ten volle die ervaring van wil hebben. Ik denk niet per se door ouderdom. Ik denk echt, als je gaat om die band te zien en er zijn naast u mensen bij wijze van spreken, hoe was uw week aan het bespreken? Ja, dan denk ik, goh, doe dat op café, maar nu wil ik die band zien. Dat is dan het onverdraagzame kantje in mij, dat op dat moment de band... Nee, ik vind het al bizar dat je echt naar de festivals durft te gaan. Dat is lang geleden, omwille van die reden. Dat is lang geleden. Omwille van het feit dat daar zoveel randanimaties... En vroeger was dat fantastisch, want dan kon je voor een relatief goedkope prijs veel bands zien. Maar goed, nu is het een totaal gebeuren geworden. En dus met het weinige tijd dat ik heb, maar dit jaar zijn er een aantal affiches die ongelooflijk goed zijn. Dus ik ben alweer aan het twijfelen. Dat hangt meestal af van agenda. Jij woont nu in het Antwerpse. Ja. Wat vinden jullie of wat vind jij vooral over de lage emissiezone? Heeft dat zin? De lage emissiezone heeft zin als je natuurlijk in een context zit waar het impact heeft. En als je het natuurlijk niet gebruikt als begrotingsmaatregel om mensen die afhankelijk zijn van vervoersmiddelen, om die eigenlijk te zeggen, oké, als je die wilt blijven gebruiken en je hebt een kleine portemonnee, dan gaan we zoveel moeten betalen. Wat wil ik daarmee zeggen? Antwerpen heeft enerzijds de ring die dwars door woongebied rijdt, die alles binnendringt en alles buitendringt. Ik woon net buitendringt, van elkaar scheidt. Als je natuurlijk binnen die ring een lokale emissiezone maakt, terwijl die snelweg daar loopt en die is nog niet overkapt of ondertunneld, ja, dan weet je al dat het effect van milieuvervuiling voor net die mensen die dicht bij die snelweg wonen, die het armst zijn, door die lokale emissiezone niet gaat aangepakt worden. Aan de andere kant heb je de Schelde, en Michael van Peel heeft dat in zijn eindejaarsconferentie prachtig gezegd. Met grote boten die, waar we weten, zelfs naar Parijs, luchtvaart en boten
de uitstoot van wat daar komt is nog altijd niet ernstig onderwerp van debat. Je hebt dan de luchthaven van Deurne, die buiten de lokale emissiezone, maar die wel helemaal daarover vliegt, hè, bij het landen en het opstijgen. En dan kun je natuurlijk de vraag stellen, ja, is dit voor Antwerpen de beste maatregel? Hè? We hebben hard gevochten voor die overkapping van de ring. Ik geloof daar als Groene Partij nog altijd, dat gaat de beste maatregel zijn om de luchtkwaliteit te verbeteren. Een lokale emissiezone kan daar absoluut een aanvulling op zijn, dus ik ben daar voor. Maar dan moet je mensen die vandaag in Antwerpen minder mobiel zijn, ook makkelijker toegang geven tot goedkoper openbaar vervoer. Dus, en dan staat dat haaks op wat dezelfde meerderheid in Vlaanderen heeft gedaan, op vlak van de lijn, op vlak van de NMBS. En dan heb je een aantal groepen die in die stad wonen met een kleine portemonnee. Daar leeft een grote groep mensen die het financieel moeilijker heeft, voor wie mobiliteit een luxe wordt. En dan stel ik me de vraag of wel een aantal randmaatregelen niet beter hadden gekund. Dus jij vindt dat lokaal dat zin heeft? Wel, ik vind eigenlijk dat minister Schouwvlieg en de Vlaamse regering werk moet maken van criteria om van gans Vlaanderen op termijn een lokale emissiezone te maken. Vuile lucht, fijnstof, stopt niet aan een gemeentegrens. Dat weten we allemaal. Dus als dat een bekommernis is en we weten hoeveel mensen eraan vroegtijdig sterven, mensen met ouderdomskwalen, kinderen die te vroeg geboren zijn, hoeveel allergie en astma dat er ondertussen is, dan moet je één zorgen dat die criteria voor gans Vlaanderen hetzelfde zijn, dus dat we niet lokale emissiezone in Mechelen een andere criteria heeft dan die in Antwerpen, dat dat hetzelfde is. En moet je ook durven erkennen dat we in Vlaanderen zo'n dichtgevolgd gebied wonen, dat we met een degelijke visie op openbaar vervoer, met een degelijke visie op mobiliteit, moeten werken naar één grote lokale emissiezone. Dat zegt mijn overtuiging. Dan iets belangrijk voor mijzelf. Wat vind jij als moslim over euthanasie? Wat is het? Zou je er zelf voor kiezen? En wanneer zou ik ervoor moeten kiezen? Daar is opnieuw het codewoord voor mij: absoluut zelfbeschikking. Ik denk dat als ik in een uitzichtloze situatie zou zitten, ik ben iemand die heel erg gelooft in het liedje zoals Jevgeni het is. Als ik oud ben en versleten, geef me dan alsjeblieft een spuitje of een duwtje door het raam. Ik ben zo iemand die daar zo... Ik op het einde van mijn leven, als ik leef, vind dat mijn leven voltooid is. Of op het moment dat ik een uitzichtloos lijden zou zitten, zou ik kiezen voor euthanasie. En past dat in de islam? Dat past in mijn humanistische visie op het feit dat ondraaglijk lijden, rekken, dat eigenlijk onmenselijk is. Dat geen zin heeft. Dat de menselijke waardigheid aantast. En als je bekommerd bent over de menselijke waardigheid, dan moet je iedereen in zijn waarde laten om voor zichzelf te beslissen. En dan vind ik niet dat een of andere paus in Rome, en in de islam bestaan zo'n paus niet, maar een of andere imam het recht heeft om aan jou voor te schrijven wat jij met dat leven, dat je dan door God of door de natuur is gegeven, hè, door toeval is gegeven, wat je dan ook gelooft, dat die dan op dat moment boven jouw eigen wil kan gaan. Ja, dat vergt enorm veel moed, hè. Ja, dat ingaat tegen vind ik, fundamentele basisvoorwaarden voor een eerlijke geneeskunde. En dat die zelfbeschikking daarbij fundamenteel is voor mij. De laatste en mooiste vraag, die met de hartjes, de liefde. Ja. Wat betekent dat voor jou? Hoe belangrijk is dat? Er is een heel mooi boekje over de liefde van Bart Moeiaert, een geweldige dichter. Je hebt mij daarnet gevraagd. Achter boeken, net zoals bij muziek, ben ik bij boeken ook iemand die heel breed graag leest. Maar een van de dingen die ik graag lees is poëzie. Ook misschien een stukje ingegeven door Turks achtergrond, waar de liefde voor muziek en taal en poëzie is ingelepeld. Maar ik vind Bart Moeiaert een fantastische dichter. Die heeft een hele mooie dichtbundel geschreven die ik ook nog altijd in mijn nachtkastje heb liggen. Dat is echt rood van Kaft. Met heel veel gedichten over de liefde. En voor mij is liefde
de omschrijving... Is liefde trouwens de reden waarom dat je naar Antwerpen bent verhuisd? Ja, maar toen was de liefde al geïnstalleerd. Hè? Mijn echtgenoot en ik, we hebben elkaar leren kennen in het jeugdhuis en in de scouts, de jeugdbeweging in Sint-Gilles-Waas. En toen waren we al een koppel, was niet evident, hè, gezien mijn achtergrond. En hij is een groot blond Aries-Vlaams, om dat zo te zeggen. Even, nee, een grapje natuurlijk, maar ik wil maar zeggen, twee heel verschillende achtergronden. Dat was niet evident, maar we zijn ervoor gegaan en dat is heel goed afgelopen. We zijn getrouwd, we hebben twee kinderen, een echt gemengd huwelijk. En we zijn naar Antwerpen verhuisd omdat ik toen op de VUB werkte en hij werkte in de haven van Antwerpen. En de keuze was of Gent of Antwerpen en omwille van de jobs zijn we dan naar Antwerpen verhuisd. Maar de liefde was toen al geïnstalleerd, om het zo te zeggen. Maar voor mij is dat echt een engagement ten aanzien van een andere persoon dat u zelf overstijgt. Dus liefde is iets geven zonder iets voor terug te verwachten. En dat is zo voor kinderen, dat is zelfs zo voor een aantal mensen met een huisdier. Ook bij mij trouwens, ik ben een geweldige kattenliefhebster. Ik geef daar heel veel liefde aan. Ik vind dat fantastisch dat die dan zo eigenwijs zijn, dat ik dat niet direct terugkrijg. Maar dat ik dan moet hopen totdat ze iets goesting hebben om naast mij te komen liggen. Maar liefde is buiten uzelf iets geven zonder er iets voor terug te verwachten. En van kinderen krijg je onvoorwaardelijke liefde. En dat vinden bij een andere volwassen persoon is het mooiste wat er is. En ik heb het geluk gehad om dat met mijn partner... met Charles vroeg het hebben meegemaakt. We hebben daar wel obstakels voor moeten overwinnen. Hè. Ik als kind uit een Turks migrantengezin, waar het dat totaal in die context nog dan was, hetzelfde eigenlijk ook bij hem, maar ook wel wat vragen verwachten. Wat gaat er gebeuren? En wat als het fout loopt? En gaat ze dan met uw kinderen naar Turkije weglopen? Dat soort vragen en bezorgdheden waren er langs allebei, omdat het zo ongewoon was. Maar omwille van die liefde voor elkaar toch doorgezet. Ik ben daar heel blij om, want dat heeft ons beide horizon enorm vergroot. Maar er is dus in dat gedicht van Bart Moeijaert een prachtige regel, dat voor mij engagement betekent, maar ook liefde. En dat is het gedicht Kies dat hij heeft geschreven, nota bene naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen, zoveel jaren geleden in Antwerpen. De eerste twee regels daarvan zijn voor mij zo fundamenteel. En dat luidt, bestaan kan iedereen, er zijn vraagt moed. En liefde is er zijn onvoorwaardelijk voor een aantal mensen in uw leven. Dat zijn ouders, dat zijn kinderen, dat zijn hele goede vrienden, familieleden, maar ook die ene partner met wie dat je op dat moment de klik hebt. Blijft dat voor altijd duren? Ik weet het niet, iedereen hoopt het. Net zoals dat je hoopt dat er leven is na de dood, maar niet weet, bij wijze van spreken, of zegt van oké, ik kijk er rationeler naar niet, maar het is iets dat zo krachtig is, en dat u zelf zo overstijgt, dat het heel veel zin geeft aan het leven. Misschien een extra vraagje, gewoon omdat ik u zoveel hoor praten. Waarom, ik ga een vies woord gebruiken, waarom in godsnaam kom jij niet op in Antwerpen? Omwille van de liefde. Echt waar, in de zin dat 2018 zijn het gemeenteraadsverkiezingen. Ik heb twee kinderen, eentje van 7 en eentje van 10. 2019 zijn het federale verkiezingen. Ik heb de geweldige luxe partijvoorzitter te zijn in een partij waar een aantal sterke andere boegbeelden zitten. Je hebt Wouter van Bezien, ex-voorzitter, Björn Ruscha, ex-ondervoorzitter, nu federaal fractieleider Christophe Calvo, nu Vlaamse fractieleider Christophe Calvo, federaal fractieleider. En ik heb dan twee kinderen waarvan de oudste over 2 jaar in beide verkiezingen van 2019, op het moment dat het nieuwe schepencollege wordt geïnstalleerd, naar het middelbaar zal gaan. Die al heel zijn leven opgegroeid is, want die is geboren op het moment dat ik verkozen ben in het federaal parlement met een moeder die op een hoog niveau aan politiek doet. Dus heel veel geëngageerd is in de groene politiek. En dat is een engagement dat ongelooflijk belangrijk is voor mij. En als ik morgen niet meer verkozen zou zijn, zou ik dat op een andere manier waarmaken. Maar dus die jongen, die gaat dan naar het middelbaar. Ik heb dan een heel intensieve campagneperiode van 2 jaar. De kans is groot, gezien de huidige kaarten in Antwerpen, dat daar een bestuursverantwoordelijkheid bij komt. En dat zou dan betekenen dat direct na een zeer intensieve periode voor een partij en voor stad Antwerpen, lokale verkiezingen, federale, Vlaamse en Europese verkiezingen, dat dan ook de uitdaging, laat ons hopen, om een coalitie te vormen in Antwerpen daar ligt. Maar dat betekent dat ik dan direct ook... mee die verantwoordelijkheid zou moeten opnemen op het moment dat ik er eigenlijk ook wel wil zijn voor mijn zoon, als hij naar het middelbaar gaat.
Dus eigenlijk, voor mij, om goed te functioneren, is het belangrijk dat het thuis goed gaat. En ik wil er dan ook voldoende dat evenwicht in houden. En als je dan de luxe hebt dat er mensen zijn die die rol ook kunnen opnemen, ja, dan wil ik niet zijn zoals bij andere partijen, die ene persoon die alle aandacht naar zich toe trekt. Maar geloof ik veel meer in de coachende rol en in een evenwicht tussen gezin en carrière. Durf je een naam vooruitschuiven voor? Ik heb uiteraard mijn huiswerk gemaakt, maar dat is een oefening die je intern in de partij doet. En waar we rustig onze tijd voor nemen, first things first. Maar we hebben de mensen. Dat is wel heel fijn om als voorzitter met die gemoedsrust te zitten om te weten, goed, de begraafplaats is vol met mensen die zichzelf onmisbaar vinden. Ik probeer niet in die valkuil te trappen en ik heb wat dat betreft heel goed in mijn hoofd hoe ik denk dat het plaatje eruit kan zien. Daarover moet ik met alle mensen rustig praten en het zijn bij ons altijd, en dat vind ik een fantastische eigenschap aan onze partij, dat is ook de reden waarom dat ik erin ben kunnen doorgroeien, is die basisdemocratie waarbij uw leden zeggen, dat lijkt ons interessant, maar dat lijkt ons toch nog net iets interessanter. Dus wat ik in mijn hoofd heb, hoeft het ook niet te worden, maar we gaan dat gesprek rustig aangaan intern en dan zien we wel weer. Maar zoals ik zei, ik ben niet degene die... Ik probeer altijd goed af te wegen. Toen ik naar Antwerpen ben gegaan, heb ik mijn fractieleiderschap in de Kamer mijn gerust gemoed achtergelaten toen aan Stefan van Ecken. Nu is het Christophe Calvo. Toen ik voorzitter ben geworden, heb ik mijn fractieleiderschap in de Antwerpse gemeenteraad mijn gerust gemoed overgelaten naar Wouter van Bezien. Ik geloof niet in mensen die denken dat ze supermens zijn en alles kunnen combineren. En dan ben ik liever die persoon die misschien iets minder op de politieke buren, maar iets meer thuis is dan omgekeerd. Je zegt het zelf, supermensen. Ik ben ervan overtuigd dat er vandaag een supermens bij mij thuis was. Adkaza de... Je bedoelt zichzelf. Nee, absoluut niet. Maar mijn dag is wel geslaagd. Dus enorm bedankt. Ik heb geen joker gebruikt. Nee, dat is niet erg. Ik heb nu toch één vraag waar ik eens een joker bij kan gaan. Ja, je mag hem nu gebruiken. Het basisinkomen. Daar is mijn cameraman zo'n beetje verzot van. Ja. Misschien, Ik ben geweldige voorstander, believer van ideeën die ons als mensheid vooruit kunnen helpen. En dus op economisch vlak geloof ik heel hard in het verhaal van de donut-economie. Op sociaal vlak geloof ik heel hard in het verhaal van het basisinkomen. En dus ik ga daar mijn joker absoluut niet op gebruiken. In die mate dat iets dat al 30 jaar als idee bestaat en dat we 30 jaar geleden als AGALEF in ons programma hadden, dat we afgelopen verkiezingen ook zelfs in ons Europese programma hadden, van de Europese Groenen, dat we erover hebben nagedacht het afgelopen jaar. En hoe maken we dat nu concreet? Want er zijn wel wat experimenten, maar we kennen het debat. Hoe betaalbaar is het? Moet het er vervanging van iets anders zijn? Enzovoort. Voor mij dient het basisinkomen om die basiswaardigheid van mensen te garanderen. Je bent mens, dus je hebt het recht.